er zijn denk ik heel veel verschillende versies van Rapunzel. Je hebt de Disney-versie, je hebt de originele versie en nu de Stanley Kretz-versie. Fijn in de toren eigenlijk. Ik zei het net ook al in een interview. De mensen die beneden staan, die moeten de hele tijd zo kijken. Maar ik kan eigenlijk gewoon zo kijken. Dus het is beter in de toren dan beneden de toren als je moet kijken. Met de repetities was het eigenlijk een soort trap die ze hadden gebouwd. Waar ik heel moest opstaan. Maar daar kon ik niet echt op staan. Dus ik heb eigenlijk heel de repetities moeten zitten. En het was pas als we hier in het theater waren dat ik echt kon voelen van oh, zo ziet die toren eruit en dat kan ik allemaal doen. Dus dat was wel spannend ofzo. Ik heb pas de laatste week echt de toren kunnen ontdekken. Hallo! Dag Boek! Het kan nog uren doorgaan, hè? Dag, Boek. We hebben eigenlijk in totaal een maand gerepeteerd, denk ik. Of ben ik nu fout? Maar we waren klaar op anderhalve week. Ja, dus Stanny zei toen van, hey, we kunnen er nog van alles bij verzinnen en fratsen. En dat is ons wel... Dat is ons wel gelukt. Ja, er is absoluut. Heel veel buiten de lijntjes gekleurd en heel veel buiten het script gegaan. Ja. Hoe voelt het om omgekeerd op een paard te stappen? Heerlijk. Dat was ook zo tijdens de repetitie. Ik zei, oh Jervin, misschien kunnen we dat eens proberen. Nu moet ik wel zeggen, ik sukkel al heel lang met mijn heup. Dus na die repetitie dacht ik, maar we hebben het erin gehouden, want eigenlijk werkt het ook wel. Het werkt, ja, het werkt wel, ja. Ik heb het slimste paard van het nest gekregen. Machtig lijf, maar dom. En jij zit hoog en droog? Ik zit hoog en droog en zeer gemakkelijk maar op Florian. Maar echt waar, jij zit zo hoog. Ik heb je hoogtevrees in je plaats. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik hoef niks te doen. Het is zo een keer iets helemaal anders. Zo, jij die mijn zus speelt. En weinig scènes samen. Ja, dat wel. Maar wat we daarnet ook zeiden was, wij voelen ons altijd heel veilig met elkaar op het podium. Wij weten van, we komen op en ja, als er iets misloopt, we've got each other's back. Rapunzelraaf, breng bestel een prachtig kind, zodat ik het te gronden kan vernietigen. Nu laat jij mij in de steek. Mijn hart dat brandt, mijn hart dat breekt. Ik vind het fantastisch om dat te spelen. Er zit zoveel in. Ja, je kunt je volledig laten gaan, dat is wel tof. Voel je dat zo opborrelen, zo van dat sneaky lachje dat er ja, komt? Ja, dat is stelselmatig ook gekomen. En dan op een gegeven moment dacht ik, oeh, misschien is het nu een beetje te veel, maar eigenlijk niks is te veel bij die dame. Ik vind dat er veel leuke dingen in zitten. Maar het leukste is dat het een verhaal is waarin een all-inclusive maatschappij naar voren wordt gebracht. En dat is ook hetgeen waar ik in geloof. Dus voor mij is dat het mooiste. Over de toren. Wow, over de toren. Wat ben ik dan gewonnen? Ah, nee. Want dan zet ik één toren op een andere toren. En dan heb ik een keihoge toren. En ben ik niet verloren. Voilà. Ja. Hier staan we dan, hè? Ik ben het paard Christian van Prins Christian. En ik ben het paard van Miranda van Prinses Miranda. Jij moet u nog wassen? Ah, maar dat heb ik juist gedaan. Ah, ja. Nee. Hij is het laatste paard dat nog in de stal stond. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal hier. Maar save the best for last, hè? Ja, snapt u? Zo is het. Allee, ja. Die hoeven werken heel hard. Wij werken als we dat aandoen, dan gaat dat zo... Eh. Dat vooral. En ook wel gewoon door het feit dat we... De hel... Ja, ik...
twee mensen en jij één iemand nog de hele tijd op onze, op onze rug meezeulen. Ja, dus... En dan denk ik wel, ja, paard. Maar dat is eerder muilezel. Maar... Natuurlijk, Laurens op mijn rug, dat valt eigenlijk echt goed mee, want die spant ook zijn spieren aan. Dus ja, dat gaat wel goed. Bij mij, Sebastien en Jasmin ook. En dat is wel leuk. Elke keer als we in de coulissen komen, checken die ook altijd zo. Ja. Is alles nog oké? Okay? Is alles er nog aan? En zo, ja, maar het is oké. Okay, het is oké. Okay. We leven nog.